Ja, een relevante selectie op mijn kennis. Ian lering is toch een ontwikkeling die voor een deel langs mij heen is gegaan. Dus het was voor mij ook voor een deel inlezen. Dus toch leuk. Marines Vondof, ik sta hier eigenlijk in de hoedanigheid als projectteam lid van het GWSW. Spatiebalk. Haha. Uh, die IMBOR-modellen, het zal u ondertussen wel beginnen te duizelen. Weer een nieuwe nieuw modellenserie. Modellen We hebben toch al het GWSW, uh, uh, wat gaat dat betekenen voor ons? Uh, ik denk dat het belangrijk is om, om dat vanmiddag even met u door te nemen. Uh, ik heb een aantal vragen geformuleerd die misschien ook wel bij u leven en die ik graag gedurende deze presentatie wil beantwoorden. Is het een alternatief voor het, uh, voor het GWSW, het IMBOR? Uh, is het noodzakelijk voor, voor mijn sector, als, als beheerder binnen de sector stedelijk water? Um, is het een verbetering voor, uh, voor mijn beheer? Is het een, een verbetering voor integraal beheer? Nou, die vragen kunnen we gaandeweg beantwoorden door het, het INBOR te belichten. Um, allereerst, wat, 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 wat is IMBOR en IMBOR-riolering? Um, waar zitten de verschillen met het GWSW, zoals dat de hele dag al behandeld is? En waar zit uh, een eventuele meerwaarde? Nou, door die uh, hoofdstukjes wil ik, met u, wil ik met u heen. Allereerst inhoudelijk van wat betekent het IMBOR? Ik ga als een uh, speer, maar we kunnen tijd inhalen. Um, uh, IMBOR, uh, het is een project van het uh, CROW uh, in combinatie met, uh, met Geonoven, in die samenwerking. Um, en het heeft uitgemond uh, afgelopen jaar. In een, in, een, in een viertal uh, uh, disciplines, wegen, groen, bomen en terreindelen. Daar is een versie 1.0 van uitgebracht. In nou, medio 2016, denk ik. Uh, Riolering heeft iets langer op zich laten wachten. Daar wilden we nog een kritische stem uh, in laten gelden. En die is in december uitgebracht, versie 1.1. Uh, twee producten. Kunt u erop naslaan. Dus die, het project zelf is in twee producten uh, samengevat. Uh, in de online kennismodule van het CROW vindt u uh, die INBOR modellen terug. En er is ook een aparte INBOR-catalogus waarin alles beschreven staat. Dat is het project. En wat is het dan eigenlijk als product? Het is uh, niet meer en niet minder dan een database model. Het zijn tabellen per objecttypes met in de kolommen uh, kenmerken van tabellen of kenmerken van objecttypes. Het is wel een schakel met het BGT. Dus het bord duurt voort op het, op het IMGO-BGT. Op die lijn schakelt het verder. Je gaat sectorgericht informatie toevoegen aan geo-objecten. Ook hier viel mij weer op in de, hele, in, de, in de hele projectgeschiedenis: dat er heel veel gedoe was over uniformering van benamingen. Dus de betekenis van begrippen. Binnen één discipline, stedelijk water, is het al lastig om al die leerlingsbeheerders dezelfde begrippen te laten. Gebruiken. Uh, nou, als je dan disciplines wil gaan combineren, is het helemaal een, een lastig verhaal. Even naar de omvang. Die omvang uh, kun je schetsen op basis van, van bijvoorbeeld een beheerssysteem wat, wat u nu gebruikt. Ik gebruik overigens uh, heel veel plaatjes van het CROW, Ik heb ze netjes geprobeerd te vermelden. Uh, dus uh, uit betrouwbare bronnen, in ieder geval. Uh, de omvang. Uh, betreft eigenlijk alleen de objectinformatie en dan nog maar een deel van de objectinformatie, zoals u die in een beheerssysteem uh, zult tegenkomen. Dus um, om bijvoorbeeld een maatregelplanning te kunnen uitvoeren, om een kwaliteitsbeoordeling, uh, maatregelen zelf uh, te, beo ja, te beoordelen, renovatieplanning te doen, Ja, daar heb je niet genoeg aan het IMBAR. Het is een deel van de objecten en dan alleen maar geografisch georiënteerd. Uh, de opzet zelf, nou heb ik net al even aangehaald, het is gebaseerd op de BGT uh, IMG-olijn. En op zich is dat heel strak gedaan. Uh, van generieke objecten naar hele specifieke objecten die zich dan, ik zie hier bijna geen kleur, u misschien wel, die zich dan in het grijze gebied uh, bevinden, of in het groene gebied, of in uh, ons blauwe gebied. Dus uiteindelijk ga je van een generiek beheerobject naar een sectorgerichte objecten, die alleen binnen die sector zelf bekend zijn. En in borrelering dan, ook dit is weer een sheet van, van het CLW, die hebben als uitgangspunt aangehouden 100% match met het GWSW, dus dat is prima voor elkaar, het is ook in, in nauw overleg met, met Rionet tot, tot stand gekomen. Um, en eigenlijk doordat je matcht met het GWSW sluit je ook aan op, uh, op IMGO, want uh, in principe zit, uh, zit dat model in het GWSW uh, verborgen. Nou, verborgen niet, maar is daarin opgenomen. Net zoals Hendrik al aangaf, IMKL of IMSW zit ook in het GWSW. Het is ook een filter, ja. 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 En ook voor IMBOR, Riolin geldt dat de focus geografisch is, dus geen wat in dat model zit is hetgeen wat je eigenlijk, zo moet je je voorstellen, wat je eigenlijk in de ruimte ook kunt zien. Dus je gaat uh, van, een, van, een, van een deksel, ga je wel het materiaal beschrijven, maar niet hoe lang die er al ligt. En je mag nog net het deksel optillen, dan kun je, 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 ziet, de, je, je ziet de leiding met een diameter en een materiaal. Dat beschrijf je, maar je beschrijft niet wanneer die voor het laatst gereinigd is, of wanneer die voor het laatst geïnspecteerd is. Nou, het onderscheid... Ja, er is al zo, vandaag al zoveel gezegd over het GWSW, dat u het eigenlijk zelf al kunt invullen waar het onderscheid dan ligt. Het ideenbar vooral objectgericht. Uh, onder, we onderscheiden uh, puttypes, overstortputten, uh, overstadputten, uh, inspectieputten enzovoort. Met bepaalde kenmerken die we in, in de ruimte kunnen waarnemen. Maar het GWSW, ja, u, u weet het al, uh, beschrijft veel meer dan dat. Alle systemen. ...en ook de processen die, uh, die zich binnen het beheer van stedelijk water afspelen. Het is een veel rijkere ontologie. Het is dus een filter op het GWSW, net zoals het uh, IMSW. En uh, uh, waar bevindt uh, dat filter zich dan? Dat zit, uh, ja, ik hoef al deze vakjes niet toe te liggen, ze zijn allemaal uitgebreid behandeld uh, in de loop van deze dag... Uh, dat bevindt zich binnen dat MDS-gebeuren. Dus op zich is het wel netjes ingekaderd. Ruimtelijke objecten die binnen MDS herkenbaar zijn, vind je terug in Ionbor-riolering. Ja, wat is dan de meerwaarde? Het zit er allemaal al in. Het is een filter op het GWSW. Ja, als je dan de, de, de meerwaarde die generiek beschreven wordt door het CROW, als je die op een rij zet, dat is een hele lijst. Erik was al bang dat ik hem op ging noemen, maar dat ga ik niet doen. <laughs> uh, ik heb uh, laten oplichten... Uh, waar dan onze meerwaarde zou kunnen zijn, want heel veel van die lijst wordt al via het GWSW uh, ingevuld, is al geborgd uh, uh, door de Stichting Rionet. Maar de winst zit hem natuurlijk in het integrale werken. Dus eigenlijk is, um, um, is, 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 maken wij ons model niet zozeer, dus I&B-regulering maken we niet zozeer voor onszelf, maar maken we meer voor de wegbeheerder of voor de groenbeheerder zodat die een overzicht heeft van onze objectsoorten op een eenduidige manier. Als we dus uiteindelijk dat in een gezamenlijk kaartbeeld kunnen vatten, al die IM Bor, modellen al die disciplines naast elkaar, dan kunnen we nu al met de technologie die we hebben, nog niet met de data die we hebben, wel voor een deel van de gemeentes, dat gaat nog een keer om, maar voor een deel kunnen we dat zeker al, kunnen we dat technologisch oplossen. We kunnen vanuit de GWSW server dat INBOR één op één opbouwen. INBOR wegen, INBOR groen, dat zijn nog modellen. Daar zit nog geen data in. Maar laat ze maar komen. Want op dat, moment, op dat moment, als die data er echt eenduidig strak in zit, kunnen we allerlei dingen gaan combineren. Dan kunnen we gaan analyseren met een gidsysteem van welke boom heeft enorme wortelgroei en hoe dicht zit hij bij mijn riool. Uh, 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 wat, voor, wat voor type verharding zit er boven mijn riool? Uh, en als er regen valt, komt het dan wel of niet in mijn uh, riool terecht? Maar ook uh, wat meer beleidsmatige vragen, afstemmen van planningen. Zou je, kunnen, uh, zou je veel beter kunnen regelen, omdat je die in borddisciplines hebt. Dus daar zit hem de kracht. Nou ja, het, 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 het hoofdstuk van dit blok van dit uur was praktijkoefeningen, dus ik moest iets zeggen van een praktijkoefening, maar die hebben we dus gedaan met de GWSW GeoServer om te kijken of wij die, uh, of we hier in Borriolering op die manier konden opbouwen. En dat is, uh, dat is gelukt. Uh, dit, dit plaatje is, uh, is geleend van het RioCAN-project zoals Roel van Geen dat vanmorgen beschreven heeft. Oké, okay. dan kom ik weer terug bij mijn eerste sheet. Is er een alternatief? Nou, nee, dat niet. Noodzakelijk binnen mijn sector, binnen mijn eigen gebiedje ook niet per se. Is er verbetering voor mijn beheer van stedelijk water? Ja, dat denk ik wel. Voor ons is het een verbetering, want we leren beter communiceren met die andere disciplines. En integraal is het natuurlijk helemaal uh, op orde daarmee. Oh, ik had nog een laatste sheet hoor, <laughs> met, met vragen. <laughs> Oké, okay, dank, uh, dank voor de gelegenheid.